Dag allemaal, dit is een uitbreiding van de handleiding voor de ploegleider. De vrijwilliger zal alle activiteiten en declaraties die niet tot de reguliere oefeningen en uitdrukken behoren, apart indienen via de vergoedingsapp. Zodra hij dat gedaan heeft, staan deze declaraties direct in veiligheidspaspoort. Zoals gezegd, uitdrukken en oefeningen declareert de vrijwilliger niet zelf. Deze worden al ingevuld door respectievelijk de bevelvoerder en de oefenleider. Het totaal overzicht van alle boekingsregels en de leden van de betreffende post zal voor de ploegleider apart op een activiteitenscherm zichtbaar worden. Dit activiteitenscherm dat kun je vinden onder personeel en helemaal onderaan staat activiteitenoverzicht. Ik klik vervolgens op deze regel. En je zult zien dat de betreffende mensen van jouw post hier achtereenvolgens onder elkaar staan. Ik doe even het slotje weg, dat leest allemaal wat makkelijker. Op het moment dat jullie de afspraak gemaakt hebben met de teamleiders, wanneer een en ander gecontroleerd moet zijn door jullie, dan kun je dagelijks of wekelijks, maar voor die betreffende datum, een en ander controleren. Deze controle is bedoeld om een snelheid te houden in afhandelen en het voor de teamleider ook eenvoudiger te maken om de regels voor akkoord door middel van het accorderen verder te sluizen richting de uitbetalingsprocedure. Ik ga eventjes per vrijwilliger kijken hoe dit allemaal precies werkt en jullie meenemen in deze nieuwe in dit nieuwe onderdeel wat erbij komt. Als ik bijvoorbeeld Frank Anink aanvink en ik pak een willekeurige maand, bijvoorbeeld augustus, dan zullen jullie zien dat hier de betreffende regels staan die bij de heer Frank Anink hoort. Door middel van het klikken op de naam, zoals ik nu doe, of op het type, komt alles in alfabetische volgorde naar voren. Ik pak eens eventjes een andere maand, september. En je zult zien dat hier ook regels in staan die gecontroleerd moeten worden. Hoe gaat dit nu in zijn werk? In de eerste plaats kun je dat per vrijwilliger doen, maar je kunt ook door middel van het aanvinken bovenaan iedereen in één keer selecteren en vervolgens onderaan op opnieuw uitrekenen drukken. Dan zul je zien dat dus voor alle personen die je hebt aangevinkt hier de regels staan. Aandachtspunt is wel dat wanneer de regels groter zijn dan 100, want 100 is het minimum wat is ingesteld, dat je hier eventjes door middel van dit pijltje rechtsonder moet klikken en dan eventjes op 250 of meer zetten, zodat alle regels zichtbaar worden. Door middel van deze schuifbalk kun je er gewoon doorheen. Heb je alle regels gecontroleerd en je bent het ermee eens, dan kun je in één keer alles selecteren. En dan selecteer je dus eigenlijk iedereen die hier is aangevinkt en iedereen dus die hier ook is aangevinkt bij de regels in één keer. Onderaan het scherm staat hier een nieuwe button, controle. Als je hierop drukt, en dat doe ik nu eventjes, dan komt hier een nieuw scherm waar je kunt kiezen uit gecontroleerd of niet gecontroleerd. Standaard staat deze dus op niet gecontroleerd. Wil je dit wijzigen naar gecontroleerd, dan is het door middel van het bolletje zwart maken, is dat gebeurd en zeg je volgende.
Nou, hij heeft nu alles gecontroleerd. Je kunt dus nu sluiten zeggen. En aan de rechterzijde zie je dat hier nu allemaal groene vinkjes staan. Dit betekent dat u een digitale handtekening in principe hebt gezet. Dat u akkoord bent voor deze regels die worden doorgesluist naar de teamleider en vervolgens naar de administratie. Heeft u nog vragen over een regel, dan moet u hem nog niet controleren als met het groene vinkje. Maar dan gaat u gewoon even in gesprek met de betreffende vrijwilliger en dan valt dat op te lossen. De teamleider ziet nu in een extra kolom in zijn accordeerscherm dat u de digitale handtekening heeft gezet met de behorende datum van controle erbij. Dat is voor hem het teken of hij moet nog een vraag erover hebben om een en ander ook goed te keuren en verder te sluizen richting administratie. In grote lijnen is dit gewoon het verhaal wat erbij komt. Dit is vele malen makkelijker en sneller voor de verwerking van alle regels en houden we de snelheid erin. Zijn er vragen? Mail deze naar vp@vrijsseland.nl of bel 0657 9397 93. Einde van deze handleiding.